Ik sta hier voor de Maarten van der Velden School in Stompwijk. Vorige week is hier voor het laatst de lessen gegeven. Het gebouw is nu al in een behoorlijke staat van ontmanteling. Morgen gaat de dag de school open aan de overkant in het cultuurhuis. Wat belangrijk is om te vertellen, er zit hier een plaquette ingemetseld in 1958. Dat is door het schoolbestuur destijds gedaan. En ze hebben een boodschap mee willen geven aan de toekomst. Nou ja, we zijn natuurlijk stinkend nieuwsgierig wat daar achter zit. Yvonne, jij bent bijna 35 jaar verbonden aan de school. Klopt. Ik ben in 1985 begonnen aan de overkant, op de Zustersdijk. En daar zaten de bovenbouwklassen, totdat daar het gebouw ook gesloopt moest worden. Dus het is mijn tweede sloop die ik meemaak eigenlijk. En wat denk jij nou wat er achter die plaquette zit? Misschien tekeningen van kinderen of wensjes van kinderen voor, voor later. En wat zou jij de toekomst mee willen geven? Stel dat ze een plaquette hadden ingebouwd in het cultuurhuis. Nou, ik zou alle kinderen eenzelfde heerlijke toekomst op deze school toewensen als we, zoals we deze kinderen ook allemaal proberen te geven. Ik zit hier naast Linda Pauli. Jij bent meestal gespecialiseerd in de kleuters, hè? Ja, de meeste jaren heb ik een kleutergroep gehad. Ja. Ja. Wat denk jij wat achter die plaquette zit? Ik kan me voorstellen een brief met hoe het onderwijs toen de tijd was. Hoe de kinderen werkten, wat er normen en waarden waren misschien, zoiets. Spannend, hè? Ja, ik ben heel benieuwd. En wat zou jij aan de toekomst mee willen geven? Misschien dan ook een brief in briefvorm van hoe het onderwijs nu is. Hoe de kleuters vooral spelend leren. Hoe de kinderen in de hogere groep met snippets aan het werk zijn en veel op de tablets en dat soort dingen. Connie Hilgersom, ook jaren verbonden aan deze school. Ja, zeker. Onze kinderen hebben er zelfs hier op school gezeten. Ja. Hey, want we staan nu eigenlijk op het oude speelplaats was hier, hè, tussen het ene gebouw en het andere gebouw in. Voor het nieuwe cultuurhuis. Wat denk jij wat er achter die plaquette zal zitten? Ik kan me zo voorstellen dat er een tekening was van hoe het nu toen was in die tijd. En ook een wens voor de toekomst. Een wens voor de toekomst. Nou, de plaquette wordt straks onthuld, hè, dus we gaan kijken. En wat zou jij de toekomst mee willen geven? Laten we vooral leerkrachten in het onderwijs houden. Want we horen overal over automatisering, robots enzovoort. Maar een robot voor de klas, dat lijkt me toch echt niks. Nee. Dus laten we in ieder geval mensen voor de klas houden. Hij is nu open. Er zit een brief in. Het is wel hartstikke fijn dat er wat ligt. Ja, toch? Ja, dat is wel een hele chique. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In het jaar Onzes Heren 8 december 1958, onder de regering van paus Johannes de 23e, terwijl bisschop van Rotterdam was, excellentie monsieur M.A. Janssen, koningin der Nederlanden, Hare Majesteit Juliana, burgemeester der gemeente Leidschendam, edelachtbare Banning, deken en pastoor van Zoeterwoude, de hoogeerwaarde heer Juffermans, en pastoor der parochie, Laurentius de Stompwijk, de zeer eerwaarde heer Sistermans, werd van deze jongensschool door genoemde pastoor deze gedenksteen gewijd en ingemetseld. Ik sta naast Kees-Jan Visser, tussen de resten van een losbandige school, zo te zien. Ja, precies. Dit is, ik wil zeggen, dit is wat er van over is, maar de sloop is al begonnen. Morgen is het einde schoolvakantie. Ja. Nog een extra dag vrij vandaag vanwege de carnaval. En morgen gaan jullie... Hoe open, feestelijk tintje? Ja, we gaan dat wel op een feestelijke manier doen. Ja, het is nog niet de officiële opening van het cultuurhuis, zeg maar. Dat komt op een later moment. Maar we vonden wel dat we natuurlijk niet zomaar de deuren konden openen en kunnen zeggen, kom maar binnen. Dus ja. De wethouder is er morgen. En nog wat andere gasten. En we gaan toch nog wat linkjes door knippen en kinderchampagne drinken, zeg maar. Oh, ja. Leuk. Ja. Is dit het kleuterplein? Dit is het kleuterleerplein, zeg maar. Dus daarachter zijn de hoeken van de kleuters. Hier is de bibliotheek. Van school en ook de echte bibliotheek, de jeugdcollectie. En hier waar we staan zitten eigenlijk de onderbouwgroepen. Mm-hmm. En de trap omhoog, dan ga je naar de bovenbouw toe. Dit is een kleuterlokaal, ja. Daar hebben we er twee van. Alles is nieuw, dus dat is erg prettig, al het meubilair nieuw. Het ziet er mooi uit wat mij betreft. Heel licht, veel licht door de ramen, grote raampartijen. Dus ideaal. Nou, we gaan naar boven, naar de groepen 5 tot en met 8. Ja. Die hebben ook hun eigen leerpleinen links en rechts, waar de kinderen dus zelfstandig kunnen werken of in groepjes. En uit de klas kunnen als dat nodig is. Dit lijkt wel een treinstation. Ja, nou dat noemen ze dus ook treinbanken inderdaad. Dus dat vonden we leuk. Groepen 5 tot en met 8, daar is dit dan het leerplein van.
En er zijn vaste momenten dat ze zelf keuzes kunnen maken in het werk wat ze doen. En dan kunnen ze hier terecht. Of bepaalde opdrachten die kunnen ze hier doen natuurlijk. Dit is groep 8. Dus dit zijn onze oudste leerlingen. Dus je ziet het ook. Hè, meubilair is al een stuk groter. En dit zijn onze nieuwe touchscreens. Die worden nu geïnstalleerd op dit moment. En alle leerlingen werken hier ook met hun eigen laptop. Dus die hebben hun eigen laptop en een scherm. En dat is modern. Hè? Dat is hoe we werken tegenwoordig. We staan in onze nieuwe teamkamer. En die zit helemaal in de nok van het gebouw op het hoogste niveau. Met mooi uitzicht, hè, met het balkon. Al deels ingericht. Vanmiddag wordt er nog wat geleverd. Maar hier kunnen we prima met z'n allen lunchen, vergaderen, wat dan ook. Ja, heel veel ruimte. Goedemorgen kinderen. Met name jullie natuurlijk. Hartstikke welkom, alle papa's en mama's. Hebben jullie een beetje zin in jullie nieuwe school? Ja! We gaan de school lekker openen. En dan kunnen jullie kijken en dan kunnen de papa's en mama's kijken. En dan wens ik jullie heel veel plezier in jullie nieuwe school. 5, 4, 3, 2, 1. Dag meester Kees-Jan, ben je trots op je nieuwe school? Ik ben super trots op deze nieuwe school. Het is een prachtig gebouw. En ik zie allemaal blije kinderen en ik zie blije ouders. En het is fantastisch. Ik vind het echt heel mooi. Jij hebt het linkje doorgeknipt natuurlijk. Heb je heel goed gedaan. Ik ben trots op je. Mevrouw van Ekelen, wat vindt u van de nieuwe school? Oh, ik vind hem fantastisch mooi. Hij is zo lekker licht en het is lekker warm en mooie lokalen. Allemaal frisse nieuwe meubels en ik denk dat jullie hier heel gelukkig gaan worden. Mag ik je wat vragen wat je aan het doen bent? Nou, ik ben van de ouderraad en ik schenk de drankjes uit aan de mensen. Wat vind je van de nieuwe school? Heel mooi. Ik vind hem ook lekker hoog. En als de andere school plat is, hebben we een heel mooi uitzicht, vind ik. Ik vind het wel mooi en omdat het ook heel duurzaam is, vind ik het ook goed. Tom, weet je wat duurzaam is? Een beetje. Het is meer dat het niet zoveel stroom en gas en zo verbruikt. En dat is dan beter voor het milieu. Ik vind hem mooi. Alleen vind ik het een beetje jammer dat het een bruin gebouw is en met een rode trap erin. Oké, wat vind je daar niet mooi aan? Omdat die kleur niet zo goed bij elkaar past. Ik vind het een hele mooie school. Ziet er goed uit. Mooi, weer strak, nieuw, netjes. Heel leuk. Ja, het is prachtig geworden. Heel mooi. Mooi ruim en licht. U bent van het bestuur. Wat bent u trots op onze nieuwe school? Ik ben ontzettend trots op jullie nieuwe school. Het is een gebouw waar heel lang naar uitgekeken is in Stompwijk. Niet alleen door de school, maar door heel Stompwijk eigenlijk. Ook de bibliotheek, de kinderopvang, consultatiebureau, buurtcentrum, noem maar op. Dus ik ben heel erg blij dat het eindelijk gelukt is om dit mooie gebouw te bouwen.